ik kom weer eens een keer met een geniaal plan. Ja, voor mijn achterruiten. Maar, wat is er dan? Wat is er dan? Wat is er dan? Oh, wie komt daar aan dan? Ik heb hier wat ik dus al had besteld en bij de lokale snackcounter hier. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Ik weet niet eens of ik nou heel goed te zien ben, maar dat zie ik dan wel weer. Maar het is dus vandaag maandag 10 juli 2023 en het is 12:30 in de middag. En deze zitten. Het is warm, hè? Ik zeg nog niks. Ga snijden. Nee. Ga zitten. Ga zitten. Oh, begin jij ook al. Ga zitten. Zo. Ben je nou mooi? Af. Af. Ja, het is ook warm, hè. Het is warm. Wat kijk je mij verliefd aan? Ben je oortjes naar boven? Dat is mooier, ruk hem mij. Hé, ben je mooi? Oh, ja, kom dan, kom eens hier. Ja, en dan? En toen? En dan? En dan? Is dat zo? Oh ja. Wees zo mee. Kijk, dit is mooier, hoor. Dit is mooier. Ja, echt wel. Knipoog. Ja, ik ga al lopen met jullie. Gaan jullie mee dan? Ja? Ga je mee? Ga je mee dan? Oké. Kom maar aan. Ik kom maar aan. Gaan we plasjepoppen doen dan? Zolang ze mij nog niet gaan sponsoren, ik ga geen namen meer noemen, denk ik. Ga ik het volhouden? Weet het niet. We gaan het meemaken, we gaan het zien. We gaan eens even zoeken. Hoi. Dus dat. Slik. We gaan eens even zoeken, kijken wat er is. Ja. Is leuk. €5,25. Genade. Ik weet niet wat ik vandaag heb, hoor, maar ik vind de camera een beetje vandaag zwaar, heel raar. Maar ja, maakt niet uit. Ik kan het ook wel goed even kijken. Nou, dat is al veel, hoor, nog. Dat is wel heel veel. Heel weinig. Wat is dit? Proteïne. Even kijken wat er dan in zit, hoor. Er zit geen melk in. Volgens mij zit hier geen melk in. Deze wil ik dan wel hebben. Daarom zit ik al even te kijken wat er eigenlijk in zit. Maar even kijken. Halfvolle yoghurt, suiker. Gemodificeerd, weet ik veel. Maïszetmeel, water, natuurlijke aroma's, gemalen vanillestokjes en citroensapconcentraat. Zo, heb ik eens een keer weer wat. High protein.
Dus dat heb ik nu. Jee, ik heb het mis. Nou, schat, lekker veggie. Ik zie jou, lekker. Ja, jij wou ook vegetarische, biologische kipsnitzels. Ja. Hè? Ja, nou prima, halal ook prima. Vegetarisch, biologisch, halal, helemaal goed. Vegetarisch. Ja, want dat is toch al vegetarisch. Mijn vriendinnetje is er weer. Ai! Dat zeg ik, mijn vriendinnetje is er weer. Mijn vriendinnetje. Alles goed, schat? Nu wel. Oh, heb jij nieuws? Vertel. Andere auto. Hè? Andere auto. Oh. Van mij die is natuurlijk kapot. Die doet niks meer met dak. Oh, fijn. Ja. Ja, gelukkig zie jij hier recht. Dus die camera op is snuffen. Want je wordt toch al overal gefilmd. Hè? Daarom. Ja. Maar. Mogen de kijkers jouw auto ook zien? Ja. Van mij wel, ja hoor. Ja, ik vraag maar. Kan het beter vragen? Pas niet. Ja, mooie nagels trouwens. Waar heb jij deze vandaan? Die matcht heel mooi in met mijn auto. Dat heb ik laten doen op Scheveningen. Stuur even dat door naar mij. Dan krijg je zo meteen mijn nummer. Opel. Opel? Ja, is een Opel. Opeltje Mokka. Oké. Mokka. Oh, nice. Ik heb liever de Opel chocolade, lekker. Ja, hè? Zo. Luxe. Ik wou net zeggen, zo. Kijk, ik heb twee schermen. Daar wordt ze heel blij van hoor. Twee schermen. Of was dat niet gejat? Maar... Ja, dat wel. Het is al bij hem al en gejat, hè? Heb je het gezien? Ja. Ja, weet het. Gefeliciteerd, ja. Alsjeblieft. 19e mag ik hem uit de loop ophalen. 19 augustus. Ja, juli. Juli al. Waar? Hier bij de Binkhorst. Kerktuinen. Oh. Nog even. En ik sta er ook gewoon bij met mijn vlogcamera, hoor. Oh, is goed hoor. dan geef ik sowieso even mijn nummer. Dan is leuk, man. Ja, ik kom weer eens een keer met een geniaal plan. Ja, voor mijn achterruit. Maar, ik weet niet of het dus mag. Ik heb nou wel tekst binnengekregen. Ik zal Ril ook even gelijk bellen. Want die zou de kleine camera even ophalen, zeg maar. Eens even kijken of hij dat weet. Ja, even kijken of hij het weet. Ja, anders weten. Bellen is sneller en weten is weten. Eens kort. Ik heb jou een fotootje doorgestuurd en tekst. Oh, ja, maar hoeveel is die spiegelfolie? 85 Nee, daarom juist. Ja, daarom juist. Dus, want als je die spiegelfolie op een op je achteruit kan doen, ja. Dan kijken ze naar jezelf en naar jezelf. Ja. En dat vind ik het leukste. Even geduld, ik hoor je niet, want ik zit buiten. Zo, wat zei je nou? Dan moeten ze de licht doorlaatstijd van binnen breken. Ja. Ja. Dus dat was zo'n RDW-tje, zeg maar. Oeh, dat gaat ook nog maar echo. Daar is ik al. Want dat is wel leuk. Als je dus inderdaad en die spiegelfolie erop kan knallen.
Want dan kijken ze alleen maar naar hunzelf en dan wordt ook namelijk die groot licht en gereflecteerd. Ja, daarom juist. Maar niet rechtdaad. Hè? Nee, oké, okay, maar het is wel grappig. Spiegelfolie. Ja. Dat is wel grappig. Ja, ik hoor je niet, kan je een beetje je telefoon vast pakken? Wat? Luister lieve schat, ik zit buiten op balkon, dus ik hoor jou niet de hele tijd. Ik hoor jou niet de hele tijd als er auto's aankomen. Dus als jij wat jouw telefoon wil pakken en gewoon wat duidelijker kan praten, zou dat fijn zijn. Want ik zit buiten op balkon, dus ik hoor jou niet met continu verkeer achter mij. Dus kun je gewoon je telefoon pakken en dan duidelijker praten, zou fijn zijn. Schat. Ja, maar kom je ook nog even deze kant op? Oh, eitjes. Ah. Maar wat zei jij nou? Of er ergens ook kind ter beschikking is, kun je tegen vesten. Ja, maar die is er niet. Alleen die heeft de police. Die heeft alleen de police, ja? En zo'n tintding. Ja, bijna wel. Nee, grappig. Maar dan zie ik jou strakjes, ja? Nou, doe lief tegen mij. Ha. Ik zie je strakjes, ja? Oké, tot zo. Nee, maar ik wil ook namelijk editen namelijk. Dus ik heb die camera nodig, zeg maar. En dan kan ik de beelden eruit afhalen. Zo handig. Ja, nou en Rome, ik heb het nodig. .nl, dank je. Ik zie je zo wel. Wapens. En dan ga ik even nog wat anders proberen te bellen. En jullie zien mij zo meteen wel weer. Wat is er dan? Wie komt daar aan dan? Oh ja. Nou, ga zitten dan. Ga zitten dan. Niet? Ga jij niet zitten. Wat is het dan? Hey. Pipo. Kom hier dan. Wat is het dan? Ja, wat is er dan? Kom hier. Ja, wat is er dan? Kom hier. Ja, wat is er dan? Wat is er dan? Oh, knuffel! Ja, knuffel. Yay. Heb jij knuffel gekregen? Mevrouw Ongeduld, wat is het dan? Hola. Hi. Yay! Kan ik die weer legen? Hi, meneer. Dank je, hè? Gaat hij? Ja. Moe. Dat ook. Zegt hij nog, dat ook.
Ga je lekker slapen? Ik hoop het. Je hoopt het. Oké. Okay. Slapen wel, maar wat lekker, dat is punt 2. Dat is waar. Wat is het, Beauty? Ze kijkt ook zo naar je van ja en dan en nu. Waar ga je heen dan? Kijk dan. Gaan we kijken op balkon. Nee, kom. Ga kijken op balkon. Kom. Balkon kijken. Kom. Kom dan. Kom. Ga je achter me aanlopen. Hey. Ga je achter me aanlopen. Dat is mooi. Ik weet nou niet of hij dit. Kom eens hier. Piet, kom. Ik heb hier stoel zitten schat. Hé. Hey. Neemt hij de auto mee, ja of nee? Daar ben ik even heel benieuwd naar. Wat? Wat? Nee, ik moet nog even editen, schat. Anders kom ik er ook echt niet aan toe. Hij gaat toch met de auto. Hij gaat met de auto naar zijn ouders. Ik heb nou namelijk niet echt heel veel zin. We blijven ook een keertje even lekker liever thuis. Want hij gaat ook niet altijd mee naar mijn moeder, dus ik vind het even prima met hem. Gaat hij weer de vogelstront vanaf halen. En met water. Schoppig. Wat is dit schatje? Wat? Ja, ja. Je kan maar wat jij. Doe je ouders maar de groeten.
En hij doet het nooit zoals ik, zeg maar. Doet hij nooit. Heeft hij ook geen zin in. Nou ja. Hij gaat dus nu naar zijn ouders. Voor een half uurtje, zegt hij. Dus hij gaat meemaken. Maar ik ga niet mee. Laters. Wat is het, Scotty? Wat is het dan? Liep ik lekker buiten en ik ga naar de Vliet van de Hoog, ja, precies dat. En mama heb ik ook aan de telefoon, gezellig. Mm-hmm. En als ik zo meteen in de winkel ben, dan doe ik al mijn voortjes op geluid af, dat ik mama dus niet hoor, maar mama wel mij, want ik vind dat in de winkel, ja, dan had je gewoon oortjes moeten hebben. Maar ja, mijn oortjes die liggen dus blijkbaar boven. Lekker makkelijk, lekker slim, mat. Maar oké, maakt niet uit, geeft niet. Nee. Dus nou ga ik even nog eventjes een kleine boodschapje doen. En dan ga ik even naar de winnaars lopen. Ja. Ik loop dus nu in de winkel. Ja, 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 ik loop in de winkel. Ja, joh, ik loop in de winkel. Maar ja, eens even kijken wat ze allemaal hebben. Erg handig. En ik heb al sowieso wat in mijn mandje. Yes. Vind ik alsnog duur hoor, deze. 2,60 vind ik alsnog duur. En het was 4 euro. Dus officieel valt het nog wel eigenlijk mee. Ja, dat weet ik. Maar ik ga denk ik wat halen bij de ei. Ik ga gewoon zo meteen wat halen eventjes en bij de jongens hiernaast, zeg maar. Ja, ik ga gewoon daar wat halen zometeen, maar wat weet ik ook nog niet. Ik heb sowieso dat, dus ik doe het even zo. Dus ja, ik ga het even meemaken. Ik heb mama aan de telefoon, want het was net wel behoorlijk stil, maar haar telefoon was uitgevallen. Ja, dat kan ook een keer gebeuren. En dat haar telefoon uitspot. Ja. Dus we gaan het even meemaken, wat ik ga kopen nog. Dus ja. Handig. Alleen daarom zeg ik al, ik weet niet wat ik ga. Ja, daarom zeg ik al deze sowieso. Ja, laat het niet zien, want dat is niet de goede voorbeeld wat ik moet geven aan jullie. Dus ik laat het niet zien. Dat mag dus ook niet meer, want ik moet het goede voorbeeld geven. En zo'n goede voorbeeld geven doe ik nou niet. Dus nee, ga ik dat ook even nou niet doen. Nee, nou, ik ga verder kijken. Hé, ik loop weer lekker buiten. Ik ben, de Hoogvliet-medewerker vond ook leuk dat ik inderdaad aan het vlog was. Want ik was even een andere pad ingedoken. Hè. Zo, Nederlands is praten is moeilijk tegenwoordig voor mij, maar oké, maakt nog niet uit, joh. Kan allemaal gebeuren, ja, joh. Nee, maar toen hoorde ik, buiten het vloggen om, zeg maar. Ja, maar waarschijnlijk is in zijn vlogger, dus ik loop terug. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, toch wel, hè, mevrouw? Ja, dat klopt. Maar hoe heet het dan? Ik zeg, nou, zo en zo en zo. Oh, nou, dan gaan we u wel even volgen. Hé, jongens, toppie. Ben ik alleen maar weer blij mee. Dus, ik heb mama ook nog steeds aan de telefoon. Ook leuk. En ik heb mijn eten bij mij. Ja, lekker. Helemaal goed, helemaal geweldig. En dan ga ik weer lekker naar huis lopen en de hondjes lekker op balkon. Het is in één keer heel druk. Met allemaal meeuwen. En vaak is het dan zo, en dat er dan zometeen allemaal vliegende mieren komen. We gaan het meemaken. Het is wel lekker druk zo. Ik heb hier wat ik dus al had besteld en bij de lokale snackcounter hier. Ik zit echt gewoon vol, jongens. Want ja, het is ook een megabak, hè, vanzelf. Dus ja. En dit ga ik dus nu even ook aan Ro geven. En Ro, die gaat met de auto nu weg, vertrekken. En hoe ga jij rijden? Ik ben al weg. Ja, waar rij jij? Hofzicht, waarom? Hoezo, waarom? Ik heb nog onderweg op een pitman gezet. Ja, Ro, ik bedoel van Hofzicht. Oké, handig. Ja, leuk.
Nou, omdat ik nog wat hier heb voor jou. Ja, doe lekker handig jij. Ha, 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 ha. Wil ik een oenepoen ook? Maar wil je even niet mijn straatnaam noemen of zo, meneer? Nee, dat je aan het lopen bent. Ja, maar dat weet je toch? Andere kant pakken. Andere kant. Ja, dat is korter. Dat lust jij wel. Kutbeest. Dag meneer. Doe je? Ja, doe je. En daar gaat hij. En daar gaat hij. Doei, ja. Dag. Doei. Dag. Doei. Zo. Ik heb het er al afgegeven, zoals jullie hebben kunnen zien. Yes. Dus, en dan hoor ik het vanzelf wel of je het lekker voelt. Ja, en dat horen jullie dan ook wel weer straks. Degelijk wel. Ja, lieve schatten. Ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus, vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe een duimpje mijn vuurtjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.